Goedemiddag, we staan hier bij EY op de 21e verdieping met op de achtergrond de Zuidas, zoals u kunt zien. En naast mij staat Reggie de Jong, voormalig topzwemster. En ik zou zeggen, Reggie, ik ken jouw verhaal een beetje, maar zeg even precies wat jou links en rechts een beetje dwars zit. Dankjewel Michel voor deze opportunity. Um, ja, het is een hele complexe zaak waar ik uh, mee bezig ben. Ik ben zelf gedupeerder geraakt van een, uh, uh, ja, eigenlijk een corruptieschandaal. Um, in het begin niet wetende wat er aan de hand was, uh, maar onderzoek gaan doen, heel veel onderzoek gaan doen. Um, heb eigenlijk alle informatie bij alle partijen boven water gekregen. Wat een andere partij nooit meer zal lukken, omdat ja, er nu een en ander bloot is gelegd. Uh, en deze zaak eigenlijk ook niet of nauwelijks nog in de publiciteit is geweest. Um, ik denk dat ik extra gemotiveerd ben, enerzijds omdat ik zelf uh, een fors gedupeerde ben. Um, uh, maar ook dat uh, ja, zeg maar de, de financiële middelen bedoeld waren voor een heel groot internationaal project. Enerzijds en anderzijds een heel maatschappelijk project. Uh, er zijn mensen die hebben geïnvesteerd in, uh, in dit project. Uh, die dat zagen nog als levensdoel. Uh, een vriendin van mij met MS... Inmiddels overleden. Dus dat maakt je extra gemotiveerd uh, om, uh, om dit op te lossen. Nou ja, de partijen waar ik uh, tegen strijd, uh, uh, onder andere, zijn Airbus, MBB Clean Energy, het oude Meet Bulk of Bloom, uh, Deutsche Bank, Deutsche Beurzen, Clearstream, die uh, uh, ja, naar mijn idee en waar al mijn bewijsmateriaal op gebaseerd is. Uh, uh, ja, een, een criminele netwerkorganisatie hebben gevormd, dus netwerkcorruptie hebben gedaan. En uh, deze corruptie heeft ook echt alleen maar uh, zich kunnen ontplooien. doordat ze met elkaar samengewerkt hebben. Uh, nou zijn het allemaal internationale partijen. En dat uh, is ook gelijk de ingewikkeldheid om dit uh, ja, over de bunen te gaan krijgen. Uh, onder welke norm ga je, ga je procederen? En bij welke rechter moet je zijn? Bij welke rechter moet je zijn? Uh, nou ja, uiteindelijk heb ik gekozen. Uh, het is eigenlijk een strafzaak. Uh, dat is mijn, uh, uh, ja, mijn, mijn, mijn mening. Ik denk ook wel dat het nog zover gaat komen. Uh, zelfs betrokken partijen in deze zaak hebben gezegd uh, dat het een, een strafzaak uh, mogelijk zal gaan worden. Uh, ik heb gekozen om in Nederland te gaan procederen, omdat uh, dat kan, omdat ik in Nederland gevestigd ben en de schade dus ook uh, in Nederland heeft plaatsgevonden. Uh, Airbus haar hoofdkantoor in Nederland heeft. He, ze is statutair gevestigd in, uh, in Amsterdam. Waarschijnlijk hier bij. Het is, het is vrij, dicht, vrij dichtbij, maar ze hebben een kantoor in, uh, in Leiden. Dat is natuurlijk een stukje Fokker wat uh, ooit overgenomen is. Uh, mijn bank is gevestigd in Nederland. Ik heb in eerste instantie ook een Amerikaan uh, die in Nederland woonde uh, gedagvaard. Maar ja, die is in de bak gebeland en ja, opeens weer vrijgelaten. Dus die heb ik weer van de dagvaarding af moeten halen. Maar die woonde dus, he, woonde in de bak, ook in Nederland. Uh, nou, dan hou je over Deutsche Beurzen, Clearstream en uh, Deutsche Bank. Nou ja, en Deutsche Beurs en Clearstream hebben uh, gevraagd om onder Duits recht te procederen. Deutsche Bank heeft gevraagd om onder Engels recht te procederen. Uh, Deutsche Bank heeft ook nog geprobeerd dat Nederland uh, niet uh, rechtsbevoegd was om uh, deze zaak in Nederland te behandelen. Nou, dat onderdeel heb ik gewonnen. Dus Nederland was wel bevoegd. Ja, en dan kom je natuurlijk in een enorme strijd van uh, ja, wat is er nu wel wat is er niet gebeurd. Uh, we hebben vandaag natuurlijk allerlei uh, lezingen gehoord... Wat gaat over, um, nou ja, enerzijds de corruptie, integriteit. Um, maar er ja, wordt natuurlijk heel veel onzin... Uh, het rekken van procedures. Het, 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 nou ja, het rekken van procedures. Um, um, nou ja, het, het kunnen poneren als advocaten van, uh, van, van mijn opponenten... Um, wat eigenlijk dus rechtvaardig is: je mag dus onwaarheden poneren als je als advocaat niet weet dat je dat doet. Of je had het niet kunnen weten. Nou, dat is natuurlijk de grootste nonsens, want dat betekent dus dat dit soort advocaten van de Zuidas. ...in naam van hun klanten eigenlijk kunnen liegen, valsheid in geschriften kunnen uh, uh, tonen... ...en dat ze daar niet op aangepakt worden. Dus het is ongelooflijk lastig om, uh, om zo'n zaken te doen. Maar aangezien ik zo'n indrukwekkend dossier heb verzameld aan bewijsmateriaal... ...is het denk ik uiteindelijk heel erg lastig uh, voor de andere partijen uh, om dit te gaan winnen. En ik ga er ook nog steeds vanuit dat ik deze zaak ga winnen... Um, maar om een voorbeeld te geven, de laatste rechtszaken die gevoerd is, is een hoge beroepszaak tegen deze partij. En dan komen ze met twintig advocaten aanzetten. Ja, en ik zit daar met één advocaat. Um, en uh, nou ja, ik ben ook zeg maar, een, een zeker verlengstuk van mijn eigen advocaat, omdat ik ieder detail van deze zaak ken. Ja. Omdat ik het ook zelf allemaal onderzocht heb. Um, ja, en we zullen gaan zien waar dit, uh, waar dit op uit gaat komen. Nou, heb ik deze zaak onder dus een, een schadezaak en een onrechtmatige daad, uh, ben ik die aan het voeren? Dat kun je alleen maar doen als je het causale verband aantoont tussen mijn schade en wat iedere partij afzonderlijk van elkaar gedaan heeft. Maar deze partijen hebben met elkaar samengewerkt en niet alleen deze partijen. Er zit nog een hele grote ring van internationale partijen omheen. Nou, dat heeft dus geen zin om die in een civiele zaak te gaan uh, betrekken, uh, want dan heb je, kun je niet het causale verband, hè, want die zitten weer ja. achter een andere partij. Ja. Uh, maar ik ben, uh, ja, ik ben wel voornemens om dat ook nog te gaan aanpakken. En daar wil ik nu eigenlijk nog niet te veel over kwijt. Want ik ga ervan uit dat uh, mijn opponenten uh, dit interview ook gaan, uh, gaan horen. Uh, maar ik laat het hier zeker niet bij zitten. Uh, omdat ik vind. Uh, dit, dit soort partijen komen altijd met deze corruptie weg. En dat is omdat het zo complex is. Dat is omdat het internationaal is. En omdat je gewoon continu geïntimideerd en bedreigd wordt. In de hoop dat je stopt. Ik denk ook dat er niemand ter wereld is die zo ver gekomen is als ik in dit soort zaken. Um, en daar moet je doorzettingsvermogen voor hebben. Daar moet je lef voor hebben. Daar moet je ook wel zelf gedupeerd voor zijn. En een heel sterk integer gevoel van: ja, maar als ik hier niet iets aan doe. dan komen ze hier dus altijd maar mee weg. En dan blijven er altijd gedupeerden vallen. zoals ik, met al die mensen om mij heen die hier ook gedupeerd van zijn. En ja, ik, heb, ik ben van mening dat ik dus daarom door moet zetten om, uh, om ja, het stukje corruptie in de wereld terug te dringen. Uh, niet alleen voor mezelf, maar dus uh, ja, eigenlijk voor de hele wereld. Dank je wel voor je verhaal. En we gaan nu naar beneden, want we gaan nu naar het grote integriteitsdebat. Heel goed, dank je wel.